Samen met elkaar, SMI, dat is de lijfspreuk van de commissie Herdenking, jubileumjaar 2018 en ook het thema van de activiteiten die georganiseerd zullen worden. Een jubileumjaar betekent niet alleen op een bepaalde datum activiteiten organiseren, maar een heel jaar door. Dit bracht de voorzitter van de Nationale Commissie Herdenking Jubileumjaar 2018, Henk Herrenberg, vandaag op een persconferentie naar voren. De secretaris van de commissie, Iraida Reker, zegt dat de commissie landelijk activiteiten heeft gepland die op zaterdag 30 juni beginnen. Dus vanuit deze plek ook meteen de samenleving uitnodigen om aanwezig te zijn bij Stombroodje. Dat is om 5 uur 's middags. Dan zal de commissie dus een plakkaat onthullen. Dat in principe is voor de mensen die hier naartoe zijn gekomen. Maar meneer Powell gaat daar echt diepgaand in, zometeen. Specialist op dat. Ja, dat is 30 juni om 5 uur dus bij Stombroodje. Op zondag 1 juli zijn wij op het onafhankelijkheidsplein zoals gebruik. Maar daarvoor beginnen we 6 uur in de ochtend met kanonschoten voor Zeelandia. En die kanonschoten zijn 21. Mm-hmm. Als eerbetoon aan de mensen die gevallen zijn in de slavernijperiode. En zoals het op die 1 juli 1863 is toegegaan. Vandaar die 21 kanonschoten als eerbetoon aan die periode. Reker zegt verder dat er in de Palmentuin een culturele activiteit zal zijn. De trio's uit Tipu zullen een gebed doen. Dat zal om 6 uur 's morgens gebeuren. De commissie zal niet zoals gebruikelijk kransen leggen bij het monument van Kwaku, maar zal Maripa Botos plaatsen op 4 locaties. Het is om 11 uur 's morgens bij Mama Sranang. Daarna gaan we verder naar Baba Emai. Uiteraard doen we ons monument, weer plakkaat monument aan bij Stombroodje. En dan gaan we dus richting Kwaku. Dat zijn dus de 4 plekken waar zo'n Maripa Boto wordt geplaatst. Even over die Maripa Botha. Wij leren constant onze geschiedenis. En het blijkt dat we soms dingen verkeerd hebben gedaan. We leggen altijd kransen op dit soort hoogtijdagen bij bepaalde monumenten. Maar die Konfo Fuakondri heeft ons uitgelegd. In een pot kransaar en presdati. In pot Maripa Botho, nangasan in zee. Buketi. Buketi. En die buketi wordt dan in een Maripa Botho vorm geplaatst. Zo leren we steeds meer. En in tijd gaan we uiteindelijk op een perfecte wijze die herdenking kunnen plegen. Yes. Dan starten we dus 7 uur op het onafhankelijkheidsplein met ons podiumprogramma. Wij hebben het genoemd een nationale manifestatie. En daar zullen dus tal van artiesten optreden. Het gaat om Kitty Kutty. Maar de commissie gaat natuurlijk voor natievorming. En dat betekent dat we alle kleuren zullen zien tijdens het podiumprogramma. Dat eigenlijk hoort bij Suriname om ook te presenteren wat Suriname heeft en wat Suriname dus precies is op deze dag. Dat is dus Iraida Reker, secretaris van de Nationale Commissie Herdenking Jubileumjaar 2018. Daarvoor zag u Henk Herrenberg, hij is de voorzitter van de commissie. Vandaag op de persconferentie die gehouden is in het perscentrum van het kabinet van de president. President Desi Bouterse zal op 1 juli zijn gebruikelijke speech houden. Ook zullen op die dag mensen gedecoreerd worden.